Ja, dames en heren, we zijn begonnen vanochtend in Bodegraven en we eindigen deze reportage ook in Bodegraven in de Zustertuin. Ja, het was natuurlijk fantastisch weer, hè? Hoe is het gegaan vandaag? Het is hartstikke leuk gegaan. We hadden hier voor kinderen hebben we het georganiseerd. Het is echt super, je kunt het zelf zien. We hebben net even geteld, 350 kinderen gehad die een spellenkaart hebben gekocht. Ja, en die hebben hier een parcours, een springkussen. We hebben een draaimolentje, we hebben daar een spelletjescircuit gemaakt. Ja, echt super. Ja. En het weer, hè? Een cadeautje. Ja, ja. Nee, hartstikke leuk. En jullie hebben toch nog gezellige muziek, hè? Geen optredens dan, maar wel gezellige muziek. Dus dat is, de sfeer zit erin. De sfeer zit er zeker in. Ja, het is inderdaad qua opzet even wat anders, hè, als dat we voor de COVID organiseerden. Maar ja, dit is eigenlijk net zo leuk. En in de kern, een kinderboerderij, dit is wel waarvoor we het doen. Ja, hè? Ja, en ik hoorde net ook iemand zeggen, weet je wat ik zo leuk vind? Je ziet ouders met kinderen het spelletjes doen. En ja, dat is inderdaad wel heel erg leuk. Ik zie nou hier ook de volwassen mensen ook gewoon in de zak lopen. Ja, dat is toch super dit? Nee, dit is eigenlijk ouderwets Koningsdag. Eigenlijk ouderwets Koningsdag. Een beetje oudbollig, maar weet je, eigenlijk heel erg leuk. Ja. Maar jullie hebben wel heel veel mensen nodig om te helpen, hè? Denk bij de spelletjes. Hoe, is dat een beetje gelukt allemaal? Ja, dit is op zich prima gelukt. Ja. Dit kun je redelijk vanuit je eigen circuit doen, zeg maar. Vanuit je eigen netwerk. Ja, op het moment dat je weer wat groter gaat worden, wat we niet gaan doen. Ja, dan moet je wel weer mensen wat van buiten wat meer gaan aantrekken. Ja. En zijn jullie ook een beetje uit de kosten? We weten dat we bij een bepaald kaartaantal uit de kosten zouden zijn. En dat is in ieder geval wel gelukt. Maar goed, weet je, het is primair ook niet. Het is leuk dat je er wat aan overhoudt. Maar het is natuurlijk primair om een leuke dag te hebben met z'n allen. Nou, het was in alle kernen gezellig. En volgend jaar weer, zou ik zeggen.